Als je goed kijkt bij het bord van het perceel wat we aan het bouwen zijn, staat de naam van de aannemer op, de installateurs op en onderop staat een bordje Fundion leerlingbouwplaats. Daar kan je het aan zien. We hebben hier al vanaf begin een leerling timmerman lopen, die echt vanaf begin en die mag ook tot het einde toe, tot de laatste schroef, kwastje, verf, dingetje maken, is hij hier aanwezig. We hebben ook een installateurtje lopen, een loodgieter, MV-mannetje, verwarmingsman. Die jongen doet eigenlijk alles. Je hebt ook vanaf begin, die gaat ook tot het eind gaat iets meemaken. Zelfs dat de kraan nog gemonteerd wordt, dat hij hem opendraait, dat er water uitloopt. Nou, we krijgen dadelijk ook nog een leerling schilders. Want de schilders zijn nu een klein beetje voor aan het werken. Maar volgende week gaan we van start met een grote groep schilders. En dan komen er ook nog leerling schilders. Dus daaraan kan je zien dat het een leerling bouwplaats is. Ja, en tijdens de ruwbouw, tijdens het kalkzandsteenlijmen en de betonvloeren storten en de gordingconstructies maken, hebben we meerdere leerlingen gehad hier ook. We zijn in de afbouwfase. We zijn aan het aftimmeren en we hebben nog 7 weken en dan moeten we opleveren. Dus het zijn nu de laatste latjes, de kantplankjes en aftimmeren, deurtjes hangen, kozijnen plaatsen, ramen plaatsen, afkitten en noem het maar op. Plafonnetjes maken. De laatste fase, zeg maar. Ik ben vandaag scharnieren aan het infrezen voor de deuren, zodat ze die kunnen hangen als ze eraan komen. En dat is volgende week ergens, volgens mij. Als je van school houdt en lekker lui in de bank zit en de leraren luisteren en de hele dag een pen in je handen, dan moet je dat doen. Maar dan heb je maar 6 weken voor stage. En ik loop elke dag lekker buiten en ik ken je ei kwijt. Lekker werken. Ik vind het beter als op school op een bankje zitten. Dat doe ik s'avonds. Ik ben ook al een paar keer met mensen hier vandaan. Het wordt een soort vriendjes van je, zeg maar. Je ontmoet elke keer weer nieuwe mensen, dat is juist het mooiste van. Blijf nieuwe mensen ontmoeten, er komen nou weer nieuwe mensen. Volgende week zijn er weer nieuwe mensen. Ja, dat is toch veel leuker. En je creëert een band, want er zijn die mensen, daar loop ik al mee vanaf het begin. Nou, het is nu al bijna een jaar bezig. Nou ja, je kent elkaar gewoon door en door. Dus ja, dan is het toch leuk als je elkaar dadelijk weer tegenkomt. En dan heb je weer zoiets van, hey, ja, is toch leuk. Wie bouwt er nog in zo'n oude stijl? Dat gebeurt nooit meer. En alles van hout, zoals deze schuur hier, dat is allemaal van hout. Houten wanden, noem het maar op. Hier leer je ook ontiegelijk veel van. Alles is lekker met hout bewerkbaar. We doen hier alles. We doen de waterleidingen maken, riolering maken. Even kijken, de mechanische ventilatie, de cv-leidingen, alles. Ook het zinkwerk hier zo. Ja, je kan hier alles doen. Je mag hier alles doen, laat ik het zo zeggen. Op andere bouwen is het vaak van het moet snel zus en zo gebeuren. Dus we doen even 2 ervaren mannen erbij zetten. En hier blijf je gewoon altijd bijlopen. Dus dan leer je ook veel meer natuurlijk. Leuk om iets te maken en ja, gewoon. En ook het leuke van loodgieter is, je staat hier eerst in de fundering. Sta je in de modder met je laarzen en weet ik veel wat allemaal. En op het laatst ben je een wc aan het afmonteren en een wasbakje aan het hangen. En je weet precies nog van, oh ja, toen heb ik daar die slang naartoe gerold. En toen zijn al die vloeren eroverheen gegaan en zo. En nu ben ik die wasbak en die kraan aan het aansluiten. Dat vind ik het leuke ervan. Mensen denken vaak ook dat het rouw en stouwwerk is, maar het is ook... Dat is soms wel zo, soms moet je echt doorgaan, maar het is ook wel vaak dat je netjes moet werken. Ik bedoel, alles moet er toch wel netjes uitzien uiteindelijk. Want ja, een ander bouw is toch van flats van 60 verdiepingen hoog. Dat is toch, dan interesseert het je eigenlijk weinig voor wie het bestemd is. En nu weet je dat je het voor mensen met een verstandelijk gehandicap doet. Dus dat is wel leuker ook om te doen, vind ik dan. Ik heb wel vaker gewerkt voor een organisatie die voor de mensen met een verstandelijke beperking de huisvesting verzorgen. En dagbesteding verzorgen en al dat soort activiteiten. Dus ja, als het dan ook een mooi werk is wat je mag maken, en dat is dit, dat is is toch heel erg leuk dat je die mensen een schitterend thuis kan geven. Ja, meneer Molenaar is natuurlijk ook een uniek persoon die dit eigenlijk gewoon verzorgd heeft dat het kan hier ook. Dat is natuurlijk zijn initiatief geweest dat het allemaal hier van start gegaan is. Dus, ja, en een hele goede band met meneer Molenaar. Ja, dat is toch wel heel erg prettig als je meer dan een jaar al nu met die meneer te maken hebt en met zijn vrouw. En het is gewoon heel erg prettig, fijn, leuk en daar denk je zeker aan terug. Ik ga hem zeker missen. Maar ik woon hier maar 20 minuten met de auto vandaan, dus nu dan kijk ik nog wel eens een bakje hebben.